Meneer Marijnissen, u bent lijsttrekker van de Socialistische Partij. Dat is een partij met 16.000 leden. Men denkt misschien in een landen wat weinig, maar het is dat toch is de vijfde veel. Partij. Ja. Ja. En hij is groter, deze partij, qua ledental dan D66. Nou bent u een tijdje geleden, ik geloof in 82 of 88, wanneer bent u voorzitter geworden? In 88 bent u voorzitter. 88, ja. Dus dat is ongeveer 6 jaar geleden. En toen was het toch nog een erg sectarische partij, hè, die Socialistische Partij. Dat was een hele kleine partij. Ja. Wanneer bent u er lid van geworden? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, in het allereerste begin. Vanaf 72 ben ik lid geweest. Oh mijn god, toen ze nog marxistisch-leninistische onzin verkochten. Ja. Zat het nou heel dicht tegen een actiegroep aan, eigenlijk, de Socialistische Partij van toen? Nou, het is altijd, en dat is het eigenlijk nog wel, een hele actieve partij. Maar ook activistisch toen? Ja, maar dit, kijk, wat is activistisch als een politieke partij zich zat actief opstelt? Zat het nou bijvoorbeeld dicht tegen de RARA-groep aan? Oh, absoluut niet. Daar hebben wij nooit enige relatie mee gehad. Ook met de Rode Jeugd destijds. Ook de Rode Jeugd die verwarring ken ik nog, want ik was toen heel jong natuurlijk. Ja. En dat moesten wij steeds uitleggen. Nee, met de Rode Jeugd hebben we niks te maken. Nee, we hebben altijd toch een beetje de opvatting gehad te proberen de fouten die door andere partijen zijn gemaakt, namelijk dat ze vervreemding tussen hun leden en kiezers aan de ene kant en het kader aan de andere kant, ja, maar even dat we die moesten voorkomen. Ja, maar goed, hoe weet je dat nou? Hoe oud was je toen je er lid van werd? Nou, toen was ik, moet ik even goed nadenken, een jaar of 20. Ja, of 20. Dus toch toen had je de vervreemding van de burger en de politiek. Dat wist je nou, toen nee, dat was toen. Nou, god, de jaren 60. Nee, hoor. Het was gewoon een leuke partij. Ja, precies, maar de jaren 60 waren net achter de rug. Dus ik bedoel, dat al die politieke partijen waren vermolmde instituten, laten we wel wezen. Ja, ja, ja. En wat wij wilden, dat is in ieder geval niet op die manier. Kom je uit zo'n socialistisch milieu? Nee, ik kan niet bepaald zeggen. Wat was dat voor milieu? Os. Je bedoelt, nou, Os is een echt arbeidersstad. Ja. En ik kom zelf uit een katholiek milieu. En ook een stad met een enorm crimineel verleden, hè? In de jaren 20 en 30, ja. Ja. Ook erg gerelateerd aan die industrialisatie in die periode. Ja, ja. Nagel die heeft daar een heel interessant boek over geschreven. De criminaliteit van Os. Ja. Ja. En wat voor milieu was dat? Waar je uit kwam? Arbeidersmilieu? Mijn vader was ambtenaar op financiën in de kelder bij het gemeentehuis. Hmm. Hij is vroeg overleden. Ja. Was het armoe in die jaren 50, nou, we 60? Hadden niet direct armoede, maar het was wel zo dat, ja, bedoel, zoals in die tijd iedereen ging nooit op vakantie, ik bedoel, dat soort dingen. Maar ik heb daar nooit mee gezeten, ik heb een gelukkige jeugd gehad. Dus. Ja, maar niet gaan studeren, hè? Nee, ik heb een aantal jaar op kostschool gezeten in verband met het feit dat mijn vader overleed en mijn moeder het thuis allemaal moeilijk kon rooien. Dan heb ik 3 jaar op kostschool gezeten, eerst in Oldenzaal, later in Heeswijk. Ben toen weer teruggekomen naar Os, heb daar nog een paar jaar op de middelbare school gezeten en ben toen gaan werken. Waarom niet gaan studeren, wat iedereen toen deed in die tijd? Het milieu trok mij niet. Je had afkeer van? Ja, ik zat toen ook al een beetje in scholierenverzet en zo. Ja, dat was toen in die tijd. Ja, kijk, het milieu op die school was, het Titus Brandsma Lyceum in Os, toch heel erg, die scholieren hebben niks te zeggen. Leraren die hun werk zelf heel slecht deden, maar wel de leerlingen kapittelden op zijn tijd. Ik was al aardig in de contramine in die jaren. Maar in ieder geval, ik heb en dat culmineerde als het ware in die Socialistische Partij. Nou, die diende zich toen aan als een mogelijkheid om in georganiseerd verband iets te ondernemen. Om in georganiseerd verband een beetje ongehoorzaam te zijn, dat is het eigenlijk. Ja. Want dat kleefde toch aan die partij. Ja, maar er is niks mis mee. Dat zeg ik ook niet, maar ik wil het even in de tijd plaatsen. Ja. Ja? Mag dat soms nog wel? Absoluut. Er was zeker in Os in die jaren ontzettend veel om tegen te protesteren. Met name binnen de bedrijven was heerlijk, het echt schandalig zoals het daartoe ging. Dat is, moet ook heerlijk zijn dat je lekker kunt. Ja, ja, het was zeer ongenuanceerd. Je dacht wel vaak, deden, en onrecht. Ook wel heel erg duidelijk. Ja, maar je dacht ook, onrecht. Daar kunnen we lekker tegen. Nee, want ik stond er zelf middenin. En dat was niet bepaald toen ik als arbeider was gaan werken. Ja. Dus het was niet bepaald want het was de dagelijkse realiteit. Dus, wat was je? Worstmaker, geloof ik? Ben ik geweest en aan de hand ben ik bankwerker lastig geworden. Ja. En wat was het schandalig eigenlijk? Wat deden ze met jullie, die werkgever? Nou, ik kan me bijvoorbeeld van die worstfabriek bij Zwanenberg, waar ik werkte, herinneren. Daar stonden kutters, zogenaamde kutters, Engels voor, nou ja, in ieder geval het bevroren vlees werd gesneden daar. Dat maakte een vreselijk kabaal, dat gebeurde machinaal. En wij stonden dus daar, worst wordt daar gestopt, Gelderse rookworst, afgebonden. En ik was dan ophanger omdat ik lang ben. Wat gaat daarin? Smoert en heel veel vet. Oh, juist. Ga maar door. En om het op smaak te krijgen, nog wat chemicaliën en flauwekul. Ja. Je eet geen rookworst meer.
Jawel, want die wij daar maakten, die is nu nog te koop bij de HEMA. Ja, niet diezelfde natuurlijk, maar zij wordt nog steeds speciaal voor de HEMA gefabriceerd. En dat is nog steeds de lekkerste van Nederland. Oké, ga door. Maar om weer op die kutters terug te komen, dat was dus kijk, dat is nog een interessante. Ja, dat was een tyfe serie. Ja. En wij stonden daar, terwijl dat dus voor het proces helemaal niet nodig was, ook in die herrie. En ik wist dus dat een bedrijfsarts metingen had verricht bij mensen die in dienst kwamen. Ja. En na 5 jaar weer metingen. En ze hadden dus in 5 jaar tijd bij mij al een gehoorsverslechtering vastgesteld in het rechteroor van 40%. Door die herrie van 105, 106 decibel constant. Godverdachtig. En dat was bekend bij de directie en ook het advies van die bedrijfsarts was dat bekend. En dat werd dus echt afgedaan als een futiliteit, werd niet op ingegaan. En omdat ik contact had met die bedrijfsarts, konden wij dus de mensen mobiliseren en is daar vervolgens ook iets aan gedaan. Dus die Socialistische Partij was niet zomaar een verzetje voor je, maar echt, echt iets waarmee je toch de wereld wilde verbeteren. Je kan als een soort jeugdzonde ergens instappen, maar als dat niet constant ook weer gevoed wordt, kan je die energie die in de SP veel mensen opbrengen natuurlijk nooit volhouden. Nee. En was het een warm politiek nest waar je in kwam? Want marxistisch-leninistisch klinkt niet lekker. Ik weet niet wat het is, maar... Nou ja, je hebt het over begin jaren 70, 20 jaar geleden. Dus dat was wel een iets andere tijd. Sindsdien is die partij, en dat is de laatste jaren enorm versneld. Maar vertel even hoe het toen was. Ja, dat was een betrekkelijk kleine groepering van toch wel gelijkgestemden. Maar toch ook wel met een soort gescheiden ontwikkeling binnen de eigen grenzen. Ik kwam dus zelf uit een arbeidersstad. En die afdeling daar was dus ook in een arbeidersmilieu eigenlijk. Terwijl vlakbij lag Nijmegen, dat was dus een typische studentenafdeling. Met alle sectarische neigingen die daarbij horen. Ja, en flauwekul. En heel veel flauwekul. En namaak arbeideristisch. Ja, ja, heb je daar niet ontzettend aan geërgerd? Ja, vaak wel. Ja. Heel vaak wel. Ja. Maar dat waren natuurlijk toch rijke luiszoontjes die een beetje de arbeider gingen spelen. Ja, de meeste voldeden exact aan dat cliché. Zijn die er inmiddels uit, dat soort mensen? Ja. Is dat een soort strijd geweest, een stammenstrijd? Nee. Ze hebben het opgegeven op een bepaald moment. Dat is wat ik net bedoelde, dat het gevoed moet worden. Als het niet gevoed wordt door de realiteit, dan houdt het op. En dan lokt toch de carrière en het grote geld voor de meesten. Dus die zijn dat moet je toch ook wel teleurgesteld hebben? Ja, toen wel. Ja. Toen op dat moment wel, want er waren natuurlijk toch een aantal zeer gezaghebbende personen binnen onze club bij die op een bepaald moment vertrokken en carrière elders verkozen boven wat wij samen deden daar. Dus dat was wel teleurstellend, maar achteraf, zoals ik er nu op terugkijk, is dat een noodzakelijke ontwikkeling geweest waar ik eigenlijk achteraf alleen maar blij om ben. Maar hoe heeft die partij zo ontzettend kunnen groeien? Laatstelijk bedoel je, bij de raadsverkiezingen. Maar het is een enorm succes. Jongens, wat is dat toch? Dat gepraat er doorheen. Ik versta het letterlijk. Ga nou even op. Stil. Tutjes. Ja, ga door. Het stoort mij niet, hoor. Mij wel. Oké. En ik ben hier de baas, ja. Dat succes is denk ik geheel en al... er zijn twee factoren. De eerste is de interne factor. Ik denk dat we als partij vreselijk hard aan de weg getimmerd hebben de laatste jaren. Vooral op lokaal niveau en de laatste 5 jaar ook op landelijk gebied. Dat is één. En de externe factoren zijn de factoren dat de politiek als geheel, maar dan de PvdA natuurlijk in het bijzonder heeft laten afweten. Laatste jaar. Waar jullie natuurlijk heel blij mee zijn. Nou, zijn jullie inmiddels. Wat zijn jullie? Zijn jullie nu sociaal-democratisch geworden? Of? Wij voeren die discussie eigenlijk niet meer. Omdat we vinden dat het achterhaald is. Dat is nou typisch dat studenticozen waar ik me altijd zo aan geërgerd heb. Ik vind dat een partij niet haar bestaansrecht alleen maar kan ontlenen aan dat wat achter de horizon ligt. Ik vind ook aan dat theorie je in, bedoel je? Precies. Ik vind ook dat je in het hier en nu een bepaalde betekenis voor mensen moet ontwikkelen. En doe je dat niet, dan zullen mensen je als een religieuze secte terzijde schuiven. Maar jullie zijn begonnen wel als politieke religieuze secte. Dus kennelijk zijn jullie daar helemaal aan ontworsteld. Of hebben jullie daar aan ontworsteld? Ja, voor zover dat beeld wat je schetst. Maar wat is dan klopt, is dat is er een soort ideologie? Of? Nou, waar wij ons met name nu onderscheiden van, ik denk, heel veel andere politieke partijen, dat is de agitatie die we plegen tegen wat ik dan noem het neoliberale gedachtegoed. Het idee van de overheid moet maar terugtreden en laten we het maar over aan de markt. Ja. En ik ben daar buiten. Daar staat het socialistische voor. Ja, ik vind dat de overheid, gelegitimeerd door de burger bij verkiezingen, het recht en de plicht heeft om een aantal zaken overeind te houden. En wat ik vrees, dat is dat als de verkiezingen van 3 mei achter de rug zijn en er komt een voortzetting van dit kabinet aangevuld met D66 of eventueel VVD in een iets andere samenstelling. Maar hoe het ook zal gebeuren, het zal een kabinet worden wat die neoliberale politiek gaat voortzetten. Dus mini-stelsel in de sociale zekerheid, afbraak van voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs. Maar nu kom je in de jullie zijn jarenlang, hebben jullie helemaal niet geprobeerd om politieke grip te krijgen. Dan gaan jullie, nu doen jullie mee met de gemeenteraadsverkiezingen, dat is goed afgelopen. Maar dan kom je in de Kamer met 3 zetels.
Wat heb je nou, we gaan voor 5. Maar goed, je denkt, nou, misschien kom je straks erin met 3 zetels. Dan kom jij ook in de Kamer. En wat heb je dan als je dan 3 zetels hebt? Een begin. Ja, maar denk... Ja, een begin. Ik bedoel, kijk, die wij mensen doen is ook niet van stem op ons, wij zullen Nederland wel even veranderen. Dat is natuurlijk je Rijnse flauwekul. Waar wij, de optie die wij hebben, dat is stem SP. Dan zorgen wij in ieder geval dat de oppositie terugkomt in de Kamer. Want laten we wel wezen. Ja, maar lieve schat, een oppositie van 3 zetels. Ja, hallo. Nee, maar dat is niet kwantitatief van aard. Dat is kwalitatief van aard. Nee, ik bedoel, je hebt als fractie en als fractievoorzitter evenveel spreekrecht, of misschien iets minder als andere fracties. Maar als ik zie wat de laatste jaren is gebeurd op het punt van de sociale zekerheid. Nou, ik ga al dat hele rijtje niet opnoemen. Maar dan word je beetje... Maar dan denk ik, dan word je toch moedeloos als je die Kamerdebatten ziet. Dat is toch niks? Dan word je de opvolger van Fred van der Spek, zal ik maar zeggen, van vroeger. Maar goed, dat was een stem. Maar politieke invloed was er natuurlijk niet echt. Dat is nooit te meten. Maar als ik nou... Laten we de Partij van de Arbeid nemen in 1989. De belofte toen Kok uit de oppositie kwam was... wij zullen zorgen voor een ander beleid. Wat is daarvan terechtgekomen? Toch helemaal niks. Er is toch absoluut niemand meer in Nederland die toen PvdA heeft gestemd... die zich nu nog kan herkennen in de PvdA. Je wordt echt kwaad, hè? Nou, ik vind wat er gebeurd is de laatste 4 jaar... en dat gerelateerd aan die belofte van het ander beleid... vind ik zo schaamteloos. Dat meen ik serieus. Dat is uit de grond van mijn hart. Ja. En ook dat nu weer dat sociale gezicht van de PvdA opgepoetst moet worden... ter 11 uur vandaag, dat Kok zegt... de minima... Waar maak je in wezen boos over? In één zin. Dat is de groeiende ongelijkheid. En het feit dat menselijke waardigheid niet voor iedereen is weggelegd in dit land. Ja. Dus ook geen vrijheid. Ja, precies. Nou, zet hem op, zou ik zeggen. Dank je wel. Geef ze een vignetje. Oké. Hartelijk dank.